Sergio Pat lacht als hij het veld betreedt voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Terwijl de supporters van FC Groningen zich laten zien met een sfeeractie, maakt Pat zich op voor zijn 200ste officiële wedstrijd voor FC Groningen. En dat is in deze tijd een bijzonder aantal. Nou, ik heb ook dan bijna alles gespeeld. Ik heb 2 wedstrijden destijds gemist in het eerste seizoen. Nou, als je dan ongeveer 5 jaar achter elkaar alles speelt, dan kom je er wel aan. En meestal zijn spelers binnen 5 jaar in de tijd van tegenwoordig wel vertrokken. Dus ze komen er niet meer heel snel aan. Nee. Nee, dus je bent nu officieel lid van de club van 200. Het zijn maar 25 spelers. Oké, nou, dat is hartstikke mooi om daarbij te komen. En dat is een eer. Dan gaan we naar de club van 250. Bestaat die ook of niet? Die gaan we er gewoon voor maken. Oké. FC Groningen verloor zaterdag met 1-2 van Heracles. Zo heeft FC Groningen na 4 duels 4 punten en staat het in de eredivisie op de 14e plaats. Wat vindt Pat van de seizoenstart van FC Groningen? Als je me dit voor zaterdag had gevraagd, zou ik zeggen positief. Als je kijkt de wedstrijden, Emmen, nou vanuit voetballend opzicht hartstikke goed. Weinig kansen gecreëerd, maar toch een overwinning, toch wel een beetje gestolen. Nou, Twente, waren we de eerste helft, vond ik heer en meester, hadden we de betere kansen. Tot aan de rode kaarten. Ja, dan weet je dan dat het heel lastig wordt. En AZ uit, ja, pak je een punt. Ik denk ook verdiend. Als je dan terugkijkt, nou, Twente had je meer moeten krijgen. AZ had je zelfs ook de 3 punten kunnen pakken. Dan kijk je tevreden terug. Maar als je zo'n laatste wedstrijd dan hebt, dan is daar toch wel een smetje op. En daardoor zeg ik toch wisselend. Wij moeten gewoon in staat zijn van Heracles thuis te winnen. En dat is ons niet gelukt en dat hebben we zelf gedaan. En daarom zeg ik toch, heb ik een wisselend gevoel op dit moment. FC Groningen kwam tegen Heracles teleurstellend voor de dag. 2 weken eerder had FC Groningen tegen AZ juist een heel goede indruk achtergelaten. Het verschil tussen beide wedstrijden was groot. Tegen Heracles moet je. Je bent gewoon verplicht om van Heracles te winnen. En dat maakt het af en toe wel eens lastig. Dat geeft voor sommigen extra druk. Ik denk wel dat je dat terug hebt kunnen zien. Want als je ziet wat wij tegen AZ hebben laten zien en waar wij tegen Heracles, dat is wel een wereld van verschil. Ja. Dit kalenderjaar slaagde Pat er 10 keer in de 0 te houden. Hij kan tot nu toe dus terugkijken op een goed 2019. Het jaar is nog niet afgelopen, dus dat wil ik helemaal zo doortrekken. Ik wil eigenlijk niet alleen een goed jaar draaien, ik wil gewoon een goed seizoen draaien. En met het team helpen waar mogelijk. En ik hoef niet per se heel veel ballen op doel, heb ik al vaker benoemd. Als wij er gewoon 3 scoren en we geven niks weg, dan ben ik even blij als dat we 1-0 winnen en ik heb heel veel te doen. Natuurlijk, af en toe is het wel eens lekker voor jezelf om een goede wedstrijd te keepen voor je gevoel, maar dat hoeft niet altijd. En wat dit jaar het team heb laten zien, dat is dat ik ook soms echt helemaal niks te doen heb. De wedstrijd tegen Feyenoord hier thuis, heb ik helemaal niks te doen en dat is ook wel eens lekker. Dan kan ik genieten van de jongens hoe zij het doen.